De bekende royaltykenner Mark van der Linden is al geruime tijd enorm van het padje af, dat is geen geheim. Begin vorig jaar werd hij gedumpt door het tijdschrift Weekend nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht. Er spelen allemaal duistere zaakjes, die niet echt in de mainstream media worden belicht, omdat de royaltykenner psychisch kwetsbaar is. Mark's leven lijkt tegenwoordig een beetje van leugens aan elkaar te hangen, bijvoorbeeld ook over de wijze waarop hij is afgevallen. De roddelrubriek Roddelpraat meldde vorige week dat Mark onlangs zou zijn weggestuurd uit het ziekenhuis na het verzoek om een tweede maagverkleining, maar dat ontkent hij zelf. De royaltykenner heeft, per ongeluk via het account van zijn vorige werkgever, laten weten op Facebook: wat een onzin weer. Geen tweede, want nooit een eerste gehad. Zonder reden besluit collega royaltykenner Rick Evers zich in de discussie te mengen. Hij schrijft op X: Hoi Mark, je zit per ongeluk nog steeds op de Facebook-pagina van je oude werkgever te posten. En niet liegen, je hebt het mezelf verteld toen je in Arnhem werd geopereerd. Kan het zijn dat Mark een woordspelletje speelt en dat het inderdaad geen maagverkleining betreft? Rick, oh oké. Okay. Een operatie in zijn buik die ervoor heeft gezorgd dat hij is afgevallen. Op 30 oktober 2015, als ik het goed zie in onze WhatsApp-geschiedenis, smiley. Als Rick aanbiedt om ook nog te vertellen in welk ziekenhuis die behandeling heeft plaatsgevonden, is voor Mark de maat vol. Hij slaat terug, eveneens op X. Er was ooit een receptionist bij Van der Valk in Houten, die zei alles te willen doen voor een baan bij mijn vroegere blad. Zo is de carrière van Rick begonnen, al dus Mark. Ik heb hem die kans gegeven, maar nooit op enige wijze op zijn aanbod ingegaan. Zelfs niet toen hij zich naakt aanbood in mijn slaapkamer. Wilde Mark dan niet naar bed met zo'n jong ding als Rick? Nee. Deze R.E. stonk namelijk heel erg naar frituurvet, geen lekkere lucht. Heb hem zijn carrière lang geholpen en verdedigd, maar sta nu kennelijk op zijn wraaklijst. Gelo of hem niet? Goldigger, aceter, verrader en totaal mislukt, deze Rick Evers. Geloof hem nooit. Maar, wat deed Rick eigenlijk in de slaapkamer van Mark? Ter info, Rick had zoveel gedronken dat hij van mij niet meer naar Liemde mocht rijden naar de inmiddels failliete snackbar van zijn ouders. En wat doe je dan? Dan bied je hem en partner Jelle logeerbed aan.